deze zonnige zaterdagmorgen zijn wij bij Stichting Kaleidoscoop die vandaag hun 25-jarig jubileum vieren. Allereerst gefeliciteerd met 25 jaar Stichting Kaleidoscoop. Wat is Kaleidoscoop precies? Kaleidoscoop is een cross-culturele vrouwenorganisatie. In 1992 opgestart. Hoe bent u dan zelf bij de stichting terechtgekomen? Hebt u het mee opgericht? Ja, ik was bij die organisatie toen van International Vrouwendag en wij hebben meegewerkt. En toen vond ik ook het idee om een zo'n groep te organiseren. Goedemorgen dames en heren. Fijn dat jullie gekomen zijn in onze familiepicknick, jaarlijks familiepicknick. Het is de tweede keer dat we hier houden. Vandaag een speciale gast. Jullie zijn allemaal speciale gasten, maar vandaag hebben wij een speciale gast van de gemeente Beeldhoven. Dat is mevrouw Marianne van Dongen. Zij is een wethouder. Goedemorgen allemaal. Ik heb een hele bijzondere uitnodiging gekregen een tijdje terug. Ik kwam mevrouw Willeme tegen in de Wereldwinkel bij de heropening daarvan en ze vroeg aan mij, als u tijd heeft, zou je dan misschien willen komen op onze picknick, want wij bestaan 25 jaar als Stichting Kaleidoscoop. Ik heb toen gezegd, nou dat lijkt me prima, als het past in de agenda, dan kom ik graag. Maar het mooiste was, en dat heeft eigenlijk wel het meeste indruk gemaakt, is de fantastische brief die ik van u gekregen heb. Ja, ik heb nog nooit zo'n mooie uitnodiging gehad, zo warm, zo welkom. Ik moet u daar echt een groot compliment voor maken. En ik denk dat dat ook betekent dat u allemaal, zoals u hier zit, vanuit de stichting, als deelnemer van de activiteiten van Stichting Kaleidoscoop, ja, toch een stuk van diezelfde warmte in u draagt. Ik ben hier geboren en opgegroeid en ik denk dan, ik ken Veldhoven toch eigenlijk anders. En als je dan zo'n mooie brief krijgt waarin staat, dit is waar wij voor staan. We willen graag met respect voor elkaars cultuur, met respect voor elkaars eigenheid. Ieder moet zichzelf kunnen zijn, zich veilig kunnen voelen hier. En moet hier zijn eigen plek in Veldhoven kunnen krijgen. En wij willen juist daaraan bijdragen als vrouwenorganisatie. Zodat vrouwen vanuit hun rol in de samenleving daar een voortrekkersrol in kunnen nemen. Ik vond dat echt fantastisch. En ik kan u zeggen, ik ga uw brief echt bewaren. Uit de brief sprak veel warmte, zei ik al, veel liefde en veel zorg. En veel respect naar elkaar en naar iedereen die hier een bijdrage aan levert. Ja, en dat was toch echt voor mij een extra reden om te zeggen, nou, ik kom hier graag en ik ga graag daarover met u in gesprek, want het is zo fijn om ook eens iets anders te horen. Ik wil u dan ook graag namens de gemeente ook feliciteren met uw jubileum, 25 jaar. Dan heeft u het allemaal al een hele tijd volgehouden, hè, dat is zeker. Ik wil u op zijn minst nog 25 jaar erbij wensen. Dat we nog verder gaan, zeg maar, hè, dat u deze geest en deze gedachten uit blijft dragen in Veldhoven. Ik denk dat dat ontzettend waardevol is voor ieder om daar kennis van te nemen. Kun je iets vertellen over wat je hier aan het maken bent? Ik ben bezig met de techniek irisvouwen. Dat is een techniek met kaarten maken. Ik gebruik de achterkant van oude kerstkaarten. En verder envelopreepjes om volgens een bepaald patroon het malletje in te vullen. Het ziet er aan de achterkant direct heel chaotisch uit. Maar het uiteindelijke resultaat is verbazingwekkend. Ik heb er hier al één klaar.
Kijk, dat is de achterkant en dat is de voorkant. Dat is het job. Dat is het spijtje. Lekker. Ik ga een presentatie geven over kombucha. Ja. Een kombucha is 220 jaar voor Christus in China ontdekt. Het werd door een Duitse legerarts ontdekt eigenlijk. Vanuit Rusland werd het overgenomen of ja, meegebracht eigenlijk naar Europa. Kombucha is een symbiotic biologic culture of bacteria and yeast. En, ja, en dan gaat het fermenteren. Ja. En dat kun je het overgieten naar een soort van glazen bekertjes. Ja. En dan kun je het een jaar laten staan. Ja. Dan blijft het een jaar moet goed. Is in de koeling? Ja, okay. Ja, in de koeling. Ja. En dan kun je het gewoon per week gewoon nieuwe zetten. Ja. En dan kun je drinken. Maar dit ding blijft gewoon goed? Ja. Of dan moet je denken... Ja, het is een laagje bacteriën eigenlijk. Hoe kom je daaraan? Dat kun je kopen. Gewoon in een biologische winkel? Ja. Oh, oké. En ja, het ziet er een beetje raar uit, maar het is wel. Dit is de eindproduct. Ja, en dit is het eindproduct. Ik heb voor kombucha heb ik zelf ook nog een logo ontworpen. Oh. Dat is deze, wat je hier ook allemaal ziet. Ook allemaal dus de precieze doelstelling van Kaleidoscoop is vrouwen van alle nationaliteiten, van alle soorten, kleuren, maten verenigen. Ja. Om specifiek te zijn, ieder vrouw natuurlijk. Maar omdat wij hier in Beeldhoven zijn, gaan wij speciale Beeldhovense vrouwen en vrouwen in de omgeving uitnodigen altijd. Dus het is wel echt voor vrouwen? In principe is onze organisatie, onze themaavonden zijn voor vrouwen. Maar internationale vrouwendag zijn mannen ook welkom en familiepicknick juist, jaarlijks picknick, is ook voor de hele familie. Want wij zijn heel dankbaar dus, dat onze mannen dat ons laten doen. Voor hetzelfde geld hebben we geen vrijheid. Hè? Dus, maar we hebben wel geluk hier in Nederland. En als een vrouw vrij is, kan ze alles. Maar, en niet alles misschien, maar heel veel. Heel veel. Hebt u in die 25 jaar een beetje kunnen bereiken wat u van plan was? Ik zie wel een beetje likje in de duisternis, zegt u wel eens. En de prioriteiten de eerstkomende tijd, die blijven dan gewoon nog steeds de vrouwen met elkaar in contact brengen en de verschillen misschien kleiner te maken. Ja, er zijn verschillen omdat iedereen uniek is, maar we hebben zoveel iets gemeens. We willen allemaal goede educatie voor onze kinderen. We willen allemaal veilig zijn onderweg. Veilig, niet allemaal dat wij buiten kunnen lopen en fietsen zonder mensen ons lastig vallen. Bedank ik je voor het interview en we wensen jullie nog heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel dat u gekomen bent. Wat vond u ervan om deze lekker warme zaterdagochtend te openen bij de Kaleidoscoop? Ik vond het erg leuk om te doen. Ik was, dat heb ik straks ook in mijn verhaal naar het openingswoord gezegd naar de mensen hier. Dat het mooi is. Het is een hartverwarmende stichting en het weer past er nou helemaal bij vandaag. Hè? En heeft Veldhoven dan wel een speciale band met de Kaleidoscoop? Nou, in Veldhoven zijn ontzettend veel stichtingen actief die op een of andere manier bijdragen aan het welzijn van mensen. Dat is echt een ontzettend spectrum. En wat wel mooi is aan Kaleidoscoop is dat zij met name zich richten op vrouwen. En op ook integratie, dat mensen zich thuis gaan voelen in onze samenleving. En openstaan voor elkaar en met respect voor elkaar leren om iedereen zijn eigen plekje te geven. En dat is ook de reden dat ik gevraagd heb of zij ook met ons mee willen denken in de uitdaging die we de komende tijd op het gebied van integratie nog te wachten staan. Ik denk dat ze daar zeker een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Dankjewel voor dit korte interviewtje. Graag gedaan.